Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Welkom in de keuken. Een vraag van een kijker. Wat voor soort pannen gebruik je nou? Welke soorten niet? Aluminium en pannen met een anti-aanbaklaag. Aluminium, omdat je daar Alzheimer van krijgt. En die putjes die uiteindelijk in die pan komen te zitten. Dat is aluminium wat je dus zelf op hebt gegeten. Pannen met een anti-aanbaklaag zijn ook kansloos. Uiteindelijk gaat er toch eens iemand met een stalen ding inlopen vroeten. Dus die laag die verdwijnt. Het andere is dat als je zo'n pan leeg op het fornuis zet. Dat er dan allerlei kwalijke dampen vanaf komen. Er staat zelfs in het grote spionnenhandboek. Dat als je teflon bij iemand in zijn sigaret doet, dat hij dan doodgaat. Nee, in huize Smit gebruiken we maar een paar materialen. Het eerste is plaatstaal. Hou die pannen goed vet. Je koopt ze zonder zo'n zwarte laag. Die moet je zelf maken. En daarna is het een kwestie dus van nooit afwassen. De wok. Ook weer plaatstaal. Het andere materiaal. Roestvrij staal. En emaille. En tot slot. Voor het maken van thee gebruik ik als chemisch technoloog een Erlenmeyer.